Ik heb nog mijn appeltaart. Ik wil alleen mijn mepke. Maar een appeltaart met op. Nou, het is verteld op een hele mooie, lichte manier wat er tussen een man en een vrouw gebeurt als ze heel lang bij elkaar bent. Zowel de mooie als de niet zulke mooie dingen. En ik denk dat het heel prettig is om te kijken, omdat je jullie kunt herkennen. En tegelijkertijd kan je ook denken van, nou, zo slim is de Minu nog niet. Het is best nog wel goed. Ja, het is herkenbaar, ja. Ja, het is luchtig gefilmd. Het is met een knipoog, maar geen wel over een serieus ietsje. Ja, makkelijk. Ik zit prima. Ja, dat is wel een fijne. Wou je er ook wat drinken, bij thee of zo? Nee, dank u. Hij nu als wij nu erop niet? Gerda, dat weet hij beter dan ik. Gerda uit haar liefde vooral in verzorging. En Jan vond dat aanvankelijk heel, ja, meer dan prettig, want het heeft hem red. Toen hij in een hele lastige periode zat, omdat Gerda zo doortastend was. Nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen, nu doe ik zus, nu doe ik zo. Nou, dat had hij net nodig. Maar op een doel hadden dat niet meer nodig, maar Gerda geeft hem met deur. En dat is... Dat is heel vaak, hè, wat in een relatie gebeurt. Ze dus zijn toch heel vaak door, word je verliefd op pot. Stedulatertien. En in het begin, wat Jan en Gerda aantrekken aan elkaar, dat stoort hen nu juist uit elkaar. Ja. En dat ik nu zeg, de Rikskijn wil? Ja, die heur bij elkaar, die komt nooit meer van elkaar af. Oh, en wat dan? En dan komt er natuurlijk een nieuwe fase naar mij door, hè? En dan gooi je pas echt nog gewoon. Wat doe je in mijn huis? Bij mijn vrouw? Smeer je haar voet mee? Het moet toch niet aan de hand? Wat wordt er met Brenkel? Geen idee, maar ik moest wat. Ja, ik had een film gezien en ik dacht, wie kan dit nu spelen? Want dat geeft echt, die kerel is het belangrijkste in het hele verhaal. En toen ben ik bij Herman op de koffie geweest. En hij zei, als ik het doe, dan dood in Twents. Dan mag ik zelf het script herschrijven. En dan heb ik Johanna ter Steeg als tegenspelster. Dus ik kan mooi Twents en ze kan mooi acteren. Zou jij zelf niks meer te vertellen hebben? Nee, nou, die filmen maken zichzelf. Nee, ik heb hem mooi makkelijk gemaakt. Het is een hele andere film, ja. Het is bepaalde dingen van het oorspronkelijke script die zitten gewoon in. Zoals in het begin, dat opa die ben, de geeft dood. En zijn laatste wens was cremeren. En uitstreun bij de Lorelei. En nou, de Lorelei staat trouwens niet in het oorsprong. Maar hij wil cremeerd worden. En hij wil, maar de oma zegt, ik doe hem toch begraven. Een kort bij hoes en dan kan ik de alle dagen even heen. Maar hij wil cremeerd worden. Eerst zou er ook blij met mij, denk ik niet. Opa Ornt, je bent 63 jaar getrouwd geweest met oma Sini. Maar nu heb je rust. Maar ja, het grootste risico zat hem eigenlijk in dat het mud in Twents. En toen hebben we gezegd, laat het risico gewoon eens nemen. Maar een goed verhaal is een goed verhaal, in wat voor taal dat ook is. En leuk om de ondertitels lezen. Als hij veel mooi genoeg is, dan kun je iedereen erin. Maar de Leu Boeten Twente moet zeker niet denken, oh, het is in Twents, dus het is niet wat voor mij. Maar de film gaat helemaal niet over Twente. Het gaat ook niet over Twents. Het gaat zelfs niet over Hildegard van Bingen, omdat hij de beentjes van Sint-Hildegard. Het is een relatiecomedie. Weet je wat mij doe is, ieder first wel op je boet. Je zon is wat minder op je boet, mijn doen. Smoothie maken. Zo, ik heb ze maar gewoon kort sneut. Dan hoef je de eerste tien niet meer. Johanna wil dat echt eens. En Johanna kan soms zeggen van, ja, ik ben nog niet zo wiet, want dat klopt nog niet helemaal, en dat klopt niet helemaal, en dat klopt niet helemaal. En nou dat niet gehoord krijgt, dat is toch onzin te verkopen. Dus een scène moet kloppen en het moet van binnen moet gehoord worden. En dat kan Johanna heel goed. Vond je het moeilijk om dat te spelen? Het was heel makkelijk. Ja, was tot mijn schrik was het heel makkelijk. Ja, het was Binor alsof. Ja, en ook Jan, Jan vond ik ook wel makkelijk om te spelen. Ik denk dat James Bond het lastig gaat vinden. Herman is natuurlijk een taalkunstenaar en heel virtuoos met woorden. Maar mooi als acteur is, wat te zeggen als een ik zeg. Herman is heel mooi geworden in blikjes. En het mooiste moment in de film zit aan het einde. Als het grote geheim eruit komt, ja, dan zeg je niks.
Maar dan kijk ik Gerda aan. En dat vind ik een van de mooiste shots.